turn vanaf mijn zevende. Vanaf mijn negende turn ik in de Eredivisie Topsport. Mijn eerste internationale groot toernooi was het EOF in 2007 in Belgrado. Daar was ik met het team tweede geworden. En dat was wel een historische prestatie. En vanaf toen begonnen de EK's en de WK's. En ik mocht bijna elk EK en WK meedoen. Mijn droom op korte termijn is het WK in China. Daar probeer ik dan wel gewoon allround te halen in het team. Het zal misschien nog wel moeilijk worden vanwege mijn Achillesblessure. Op lange termijn, 2016, daar draait het om. Rio de Janeiro, de Olympische Spelen. Mijn hoogtepunt is het Olympisch test-event. Dat is in 2012. Dat was de laatste kwalificatie voor de Olympische Spelen in Londen. Daar ben ik op het toestel sprong ben ik derde geworden. En tevens heb ik daar ook de kwalificatie en nominatie behaald voor een ticket voor de Olympische Spelen. Mijn sportieve dieptepunt in mijn carrière is dat ik de Olympische Spelen heb mogen missen vanwege een rechtszaak. En daarbij is Celine van Genner is nu gestuurd naar Londen. Ik heb best wel veel blessures gehad, inderdaad. Op zich niet hele erge. Eentje is van het afgelopen jaar. De Achillespees afgescheurd. Dat was voor een kwalificatie voor het WK in Antwerpen, in Hongarije. En daarbij is bij het onderdeel sprong is hij dus volledig afgescheurd. En ik denk wel dat dat de ergste blessure was. Mijn motivatie om weer terug te komen is ten eerste dat ik ben verhuisd vanuit Twente naar Amsterdam. Het heeft mij gemotiveerd om sowieso weer door te gaan sinds de hele gedoe met de Olympische Spelen. Jammer genoeg dus wel de Achillespees-blessure opgelopen. En door de hele sfeer hier in Amsterdam en alles eromheen heeft het me wel weer zo gemotiveerd en geïnspireerd om door te gaan voor Rio. Want ik weet dat mijn droom nog niet is waargemaakt. Water maken.